In deze video laat ik je zien hoe je chocolade aardbeienlipgloss maakt met natuurlijke ingrediënten. Chocolate kiss, chocola en aardbei. Het is gewoon een gouden combinatie die niet de top is. En daar gaan we een lipgloss van maken. Je hoort het goed. Deze lipgloss is ook heel verzorgend, want er zit kokosvet in en shea butter. En ik gebruik mijn eigen lipgloss. Deze is op. Je kunt het overal in doen. Dus als je gewoon een potje hebt of een oude lipgloss, gebruik die als basisvorm. We gaan eerst het water verhitten. Wij gaan weer au bain Maria. Dat ken je misschien wel van vroeger. Dat deed ik bij Jill heel erg veel. Dat gaan we nu ook doen. Maar dit keer doen we dat met een beetje kokosvet en een heel klein beetje shea butter. Shea butter is verzorgend, dus fijn om in een lipgloss te hebben. Maar het breekt ook een beetje, dus je wilt niet te veel erin hebben zitten. Het begint ook al heel lekker te ruiken. Het gaat super snel, maar alsnog heb ik te weinig geduld. Geduld is een schone zaak. Yes, nou is het weg. Voor de kleur en de smaak doe ik aardbeienpoeder erin. Dit poeder ken je wel, hier heb ik ook de paascocktails mee gemaakt. Die kleur is echt geweldig. En het ruikt ook heel lekker naar aardbeien. Even zien hoe mooi die kleur wordt. Giet ik dit in een rubberen vorm. En ik maak altijd meer hartjes dan dat ik echt nodig heb. Want het is altijd fijn om dit in huis te hebben. Als je bijvoorbeeld last minute een cadeau wil maken voor een vriendin. Of als je eigen lipgloss erop is, dan kan je hem gewoon meteen kant-en-klaar eruit pakken, want het blijft eeuwig goed. Deze laat je afkoelen. Je kunt het even een uurtje in de koelkast zetten, dan versnelt het. En er gaat iets geks gebeuren, niet schrikken. Het roze gaat allemaal naar beneden zakken. Dus dan ontstaan er twee mooie kleuren. Roze aan de onderkant, wit aan de bovenkant. Dat is heel normaal, dat heb ik ook. En ik ga jullie natuurlijk niet een uur laten wachten, dus daar heb ik iets op bedacht. Ready. En kijk, je ziet het, van boven is het nu helemaal wit. Maar als ik het eruit haal, dan krijg je dus een roze hartje. Met aan de onderkant wit. Hoe cute! Dit is toch nu al leuk? En het smelt wel snel, dus we gaan meteen door naar de volgende stap. Daar gaan we weer kokos bij doen. Met, je raadt het al, een stukje chocola. Zorg ervoor dat je niet te veel chocola doet. Het gaat echt om de kleur. Belangrijk is trouwens, maak het niet te heet. Kijk, bij de hartjes maakt het niet uit. Maar omdat de chocola zo meteen om het hartje gegoten wordt, willen we niet dat het hartje gaat smelten. Dus je hoeft het kookplaatje niet eens aan te zetten. Het is gewoon nog heet van de hartjes die je hebt gemaakt. En dan zul je zien, dan smelt het ook. Dit is mijn lievelingsstap. Dit is het lege doosje. Je zet het hartje erop, in het midden. Druk het een beetje aan, maar niet te hard. Dan gaan we gieten. Maar, belangrijk, belangrijk, belangrijk. Zorg dat het eerst goed is afgekoeld. Want anders gaat je hartje smelten als sneeuw in de zon. Kijk dan. Het is toch helemaal geweldig. Je eigen chocolade aardbeienlipgloss. Ik word hier zo gelukkig van. Dit zou ik echt de hele dag kunnen doen. Zo, ja, dit is wat je wil. Oeh. Nee. Oh nee, lipglossvlekken zijn wel echt irritant. Gelukkig ruikt het naar chocola. Die lepel hebben we ook niet meer nodig. Tada! Zo maak je je eigen aardbeienchocolade lipgloss. En deze moet je even een uurtje laten afkoelen. Gaat heel snel. En ik heb er eentje voorbereid. Kijk dan. Een hele mooie glow. Heel natuurlijk, maar er zit toch een klein tintje in. En je kunt hem nog verder versieren met bijvoorbeeld stickers. Daar heb ik natuurlijk ook een tip voor. Dat doe ik wel met mijn eigen stickerboek. Ik heb heel veel kleine stickertjes. Bijvoorbeeld een hartje of een maantje of een sterretje. Die je er heel leuk in kunt plakken. Ik heb ook quotes. Dus even kijken welke zullen we kiezen. Ja, bijvoorbeeld zo'n kusje. Die vind ik wel passen bij een lipgloss. Nou, die plak je dan hier in het spiegeltje. Want je wil nog wel iets kunnen zien, dus zorg dat je niet al te grote stickertjes plakt. Zo maak je je eigen lipgloss. En ik ben heel benieuwd of jullie dit ook gaan doen. Als je het gaat doen, stuur me even een foto hoe die van jou gelukt is. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal, want dan mis je nooit meer een video. Chocolate kiss!